Vandaag is het tijd voor de tweede begrijpende leestekst. Als je niet meer zo goed weet hoe je moet inloggen bij Junior Einstein, kijk dan even naar het instructiefilmpje van gisteren. Vandaag gaan we de tekst Kom ook naar de open dag maken. Daar druk ik dus even op. En dan zien we de opdracht staan. In deze oefening leer je een reclametekst lezen, het doel van de tekst herkennen, details uit de tekst halen. En wat ga je dan doen? Nou, voordat je gaat lezen, let je eerst goed op de titel, de plaatjes, de tussenkopjes en op opvallende woorden of getallen. Lees ook van iedere alinea de eerste en de laatste zin. Dus welke zin moeten we ook alweer lezen? Oh ja, de eerste en de laatste. Waar denk je dat de tekst over gaat? En misschien weet je al iets over het onderwerp. Je gaat de tekst op een poster van de scouting lezen. De scouting wil een open dag organiseren. Lees de tekst goed. Welke informatie krijg je? Let ook goed op genoemde plaatsen en tijdstippen. En we krijgen net als gisteren weer een leesvraag. Wat wil de schrijver met deze tekst? Ik zie weer rechts de tekst staan en dat is de poster van de scouting. Ik ga de opdracht lezen. Lees de eerste zin van alle alinea's. Wat weet je al? Oké, dat gaan we doen van alle alinea's. Mag je dadelijk lekker zelf gaan doen. En daarna ga je bedenken, wat weet je nou al van deze tekst? En als je dat hebt gedaan, dan mag je de eerste vraag gaan beantwoorden. Voor wie is deze tekst bedoeld? Je drukt op het goede antwoord en ik ben benieuwd of je het goed hebt. Het programma zal het zelf weer vertellen of je het goed hebt gedaan. En als het niet goed is, is het niet erg. Je kan dan weer kijken naar de uitleg of je kan het zelf nog een keertje proberen. Succes!